Dit importante collier is geheel bezet met briljant geslepen diamanten. Het is rond 1924 gemaakt door Van Kempen en Begeer, een beroemd zilversmidsbedrijf uit Voorschoten, dat ook juwelen maakte voor onder andere het Koninklijk Huis. In totaal zijn er 69 diamanten voor gebruikt van een prachtige kwaliteit. Het collier is deelbaar, waardoor het ook als armbanden gedragen kan worden. De officiële naam voor dit collier is een rivière. Dat is een collier dat bestaat uit diamanten of andere edelstenen die geleidelijk oplopen in formaat tot aan de grootste middensteen aan de voorzijde. Rivières werden altijd 's avonds of bij officiële gelegenheden gedragen door de hoogst geplaatste. Hoe belangrijker, hoe groter de diamanten of hoe talrijker de rivières.